Er is geen leukere plek om trekkers te kijken dan hier op Agrotechniek Holland. En er zijn heel veel nieuwe modellen. We gaan alle trekkerfabrikanten eens langs die iets leuks en bijzonders hebben te tonen. Trekkerfabrikant Steyr komt met een wereldprimeur naar Agrotechniek Holland. De Profi 645 CVT. Een trekker van 145 pk nominaal, 175 met boost. En dan zul je zeggen van ja, dat kennen we toch al, die trekker. Ja, zo'n sterke trekker hadden ze al bij Steyr. Dat klopt, maar dat waren trekkers met een 4-cilinder motor en deze heeft een 6-cilinder motor. Dat betekent ook dat hij 40 Nm meer koppel heeft, maar ook iets meer diesel verbruikt. Dit is hem, die 6-cilinder motor van FPT die erin ligt, in plaats dus van een 4-cilinder. Het maakt de trekker niet langer. En hoe komt dat nou? Ze hebben een spacer weggehaald tussen de motor en de versnellingsbak. En daardoor is die net zo kort als de 4-cilinder versies en kun je dus ook net zo kort draaien. Bij Kubota staat de M105 GX4. Het is een mond vol. Het is een trekker met een 4-cilinder motor en een 3,8 liter motor op zich zijn van Kubota zelf natuurlijk. Het leukste is eigenlijk de versnellingsbak. Die heeft 8 trappen per versnelling. En dat zijn er dan 3, hoog, midden en laag. Wat het uitbrengt op 24 versnellingen voor en achteruit. Leuke trekker, toch? Ja, soms wat plastic knopjes daar binnenin. Naast Zetor importeren ze bij Zetrak ook deze trekker, een trekker uit Zuid-Korea. Het is de Branson, de 5025H, een hydrostatische trekker van 50 pk. Die hebben ze al langer in het programma hoor, dus daar is niets nieuws aan. Het leuke ervan is dat ze deze geautomatiseerd hebben. Volledig uitgerust met GPS, kan zelf sturen. En voor 50.000 euro heb je daardoor een trekker, hij staat op 225 trouwens, waarmee je prachtig door groentegewassen kunt rijden. Als je 15.000 euro meer betaalt, kun je zelfs op de kophakker automatisch sturen. En dat maakt hem dus volledig robot. Nee, dit is geen modeltrekkertje of een schaalmodelletje ergens van. Dit is een robot en misschien wel de trekker van de toekomst. De Najo OS 440 wordt geïntroduceerd nu voor het eerst op Agrotechniek Holland. En geïmporteerd door Racing Agri, zo heet het bedrijf tegenwoordig. Ja, ik zei het al, het zou zomaar eens de trekker van de toekomst kunnen zijn. Er kan van alles achter. Je rijdt tussen de rijen door, je doet er een schoffeltje achter en een wietechtje en misschien wel een zaaimachientje. En dan hoef je er nooit meer om te kijken. Ja. Bijna nooit meer. Tussen al die grote trekkers en al het grote geweld zou je deze bijna over het hoofd zien. Maar het is wel een nieuwe trekker en een nieuwe ontwikkeling. De TTV 5100 D5 van Deutz Fahr. Een smalspoortrekker van 100 pk zelfs. Ja, je zou het er niet aan afzien. Maar dan wel eentje met een traploze transmissie. De Solis 50 RX is een 50 pk trekkertje met een 3-cilinder motor. Het komt uit India natuurlijk, daar komt Solis vandaan. Dat zien we, hebben we al vaker gezien op Agrotechniek Holland, bij Agri Expert in Delft. Of bij Delft. Het leuke aan deze trekker is dat hij gewoon heel goedkoop is. Hij kost nog geen 16.000 euro voor een 4-wiel aangedreven versie. Heb je wel een versnellingsbak, 8x2 en gesynchroniseerd. Dat was voorheen niet, maar deze nieuwe versie met nieuwe look heeft dat wel. Naast die gesynchroniseerde transmissie is er nu ook een digitaal dashboard en je kunt de achterkast inschakelen met een druk op de knop. Elektrisch dus. We zagen bij Steyr al die 645 Profi CVT. Bij Nieuw-Holland doen ze precies hetzelfde kunstje met de T680. Dezelfde trekker eigenlijk, maar dan in een blauw jasje. Een trekker met een autocommand transmissie, een CVT dus. En heeft met alle boost erbij zo'n 175 pk. Maar dan uit een 6-cilinder en niet uit de 4-cilinder zoals je die uit de T6-serie gewoon bent. En dat maakt hem in ieder geval lekker kort en kun je dus ook lekker kort draaien. Maar je hebt wel net een beetje meer porrie in die trekker. Oh ja, er is nog iets bij Nieuw-Holland. Kom maar even mee. Nieuw-Holland is fan van andere kleurtjes. Dan zul je zeggen, ja, het is toch altijd blauw. Ja, soms voegen ze iets toe. Dat deden ze jaren geleden al met de Blue Power. Een metallic blauwe trekker. Maserati blauw noemden ze dat toen. Nieuw-Holland Benelux voerde een heel ander kunstje uit deze keer. En maakte een trekker zwart. Ja, het is de Night Eagle. Hij is, het is eigenlijk grijs. Hè? Jeep grijs. En
In Turijn, waar het hoofdkantoor van New Holland zit, waren ze niet zo heel blij met deze actie. Maar je weet maar nooit, over een half jaar zijn misschien alle New Holland voltrekkers wel in het grijs te krijgen. Zette New Holland een grijze trekker op de stand, John Deere maakte er een zwarte van. Om het 100 jaar trekkers van John Deere te vieren. Ter ere van het 60-jarig bestaan van Massey Ferguson dit jaar hebben ze een trekker zilver geverfd. Nou ja, diamant. En ook kwam ze wild vieren dat ze 100 jaar bestaan. En dat doen ze met een Zwarte Klaas.